Zo, nou Remco. Zijn we dan met een echte topper. Met een echte topper. Een ster tegen een ster. Ja, dat klinkt heel erg raar als ik het zo zeg. Maar het is toch echt zo, want we zijn natuurlijk in de Road to Zero. Zijn wij onze sterren aan het wegwerken, zoals we dat doen. En we hebben allebei nog maar één ster over. Ja. En daar krijg je natuurlijk echt toppers gewoon, krijg je. Lindstrom tegen Barnett. Barnett ken ik niet, jij wel? Nee, maar is dat niet zo'n universiteitsstad of is dat weer iets anders? Oké, maar soms kan je het zien aan het wapen misschien kun je wat zien. Nee, dat het een oude club is. Dat ziet een soort leren bal zie ik erin. Meer zie ik ook niet. Nee. Lindstrom, nou dat ken ik toevallig nog wel. Volgens mij een keertje in de UEFA Cup geweest. Ja. Het wordt lastig. Het wordt lastig. Er zijn in ieder geval nog 2 of 3 wedstrijden te spelen in ieder geval. Want ja, de laatste is natuurlijk een halve ster. En dan... We eindigen met een halve ster in ieder geval. Ja, dus het gaat in ieder geval nog heel erg spannend worden. Wie gaat er winnen? Remco of ik? We gaan het gewoon zien. Lindstrom tegen Barnett. Altijd lastig. Stadion neder. Maar ik heb een troef op de bank. Ik heb namelijk, als het echt kut gaat, dan heb ik champion op de bank zitten. Dan moet het goed komen natuurlijk. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Oh, dat was mijn eerste trucje die mislukt. Tot nu toe moet ik zeggen, het rennen valt me echt nog wel mee. Maar ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden. Ja, dat gaat meestal snel hè. Zo. Zo. Komt die voorzet. Die mag je wel stompen hoor. Wie pakt die bal op? Oh nee. Oh nee, niet te veel ruimte geven. Huh? Wat? Ik dacht ook dat hij op de goal ging. En ik zag mijn keeper heel langzaam opstaan. Ik dacht, nou dat wordt hem. Ja, oh, zie die combinatie. Barcelona-stijl. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Nee! Oh, dat is een mooie aanval van jou, jongen. Maar ja. Nou, een goede redding, jezus. Ja, zat meteen op de keeper natuurlijk. Dus dan... Lijkt altijd wel erger dan het is, maar... Ja, hij moet er maar wel staan, zeg ik altijd maar. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Oh nee, twijfel. Oh! Je wordt trouwens tegengehouden, door jou. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Oké, sprint of niet? Wat? Nee! Ja! Nou, maar zeg zo, het zat er nergens op dit. Ja, ik heb een beetje streng voor in, zie ik. Jezus. Het is gewoon een beetje hakken en zagen. En dan, harder kon ik niet rollen, denk ik. Slechte. Maar wel hard genoeg, je ziet het weer op rennen. Maar hij houdt het niet. Maar ik vraag me af, als die speler het recht op zou afrennen, dan zou hij misschien wel hebben gehad. Jongen. Goed begin. Hoera, hele slechte tackle. Nee! Fuck dit! Beter. Godverdomme. Oh! Ik wist het verkeerd! Wordt dit een doelpunt? Wow. Fuck dit! Zag je dat? Ik wist het verkeerd! Ik werd het verkeerde mannetje! Dat is zo irritant toch? Ja, heerlijk, ik zag je best gelijk, dat was mooi. De ruimte. Het verkeerde mannetje, godverdomme! Kom, oh nee, die wilde ik echt op mijn hoofdje laten vallen en dan teruggelegd. Oh, nu stap ik echt helemaal verkeerd. Nou, wat. Oh. Hier kan ik weer niet tussen. Nee, what the fuck? Oh. Nou, jij is lief. Mag nee! Zo irritant toch dit. Jezus, slecht man. Opspitje. Opzet je body ertussen. Hey! Ik heb mijn renknop uit. Oh, lekker. Dat ziet er ook heel goed uit. Oh, ik had niet moeten happen. Ja, ik heb wel echt grote gast achterin. Kijk dan, ook mijn linksback. Dat is eigenlijk centrale verdediger, gewoon even een tippie. Oh! Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Winston! Nah, what the fuck! Ik
had niet verwacht dat het zou lukken met deze spelers. Man! Bos hier gestuurd, daar. Oh, lekkere keept, hè. Jezus, mensen. Ja, of gewoon heel goed geplaatst. Het was trouwens geen geplaatst, vond, het was gewoon schieten als je schieten kan, zeg maar. Ik word er niet beter op, maar ik denk dat stamina belangrijker nu is dan kwaliteit. Godverdomme. Oh, lekker. Ja, ligt ruimte. Wat een leuk balletje was dat. Niet wat je schieten kan. De bal vertrekt van de schoen. De doelman redt de aanval op door. Ja, de bal goed voor... Voor mij moet je ook echt mazzel hebben. Als je voorkomt, ga je winnen. Gewoon dit niveau. Wat zei je nou weer? Als je voorkomt, ga je winnen. Gewoon, ja, maar kom, ik ben echt reuze, niet normaal. Ik kies wel gewoon steeds een goede team natuurlijk. Oh nee. Ja, dan hangt die. Is het Akinola of niet? Akinola. Loop er gewoon uit, ja. Wow, het was niet de speler die ik eigenlijk wilde hebben. Akinola. Fit. Hey, dat is een beetje onmiddellijke weer. Kom die capers. Nou! Ja, maar kijk deze gast dan, Santos. Die denk ik 3 meter als je hem zo ziet. Jezus, mensen. Oh, kut. Oh, dat had ik niet moeten doen. Nee! Lekker. Schot niet erg geslaagd was. Oh, ja. Nee. Huh? Oh, hij komt wel aan, gelukkig. Nee. Oh, waarom doe ik dat ook? Die stap was echt moeten overslaan. Nou. Stuiter, boy, jongen. Oh, natuurlijk. Oh, die wilde ik helemaal niet. Ja. Kom, godverweer, stap te veel. Scheids. Nee, niks zelf. Zelf geen voordeel. Ik voelde mijn controle ook trillen. Ik dacht van, nou, dat is niet goed. Oh, dank. Verdediging steekt in de stok. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Ja, zo traag! Het was op zich wel een goede tackle. Oh nee, nu ben je er door. Hij komt nu op een afstand dat... Nou, hoera! Stom! Dan kan ik niet glijden. Ik denk expres, ja. Ja, nou, ik wist het zo. Ik twijfel of jij ging kappen of dat je gewoon... Maar je ging al helemaal nergens mee heen. Dat was echt een superdomme... Ah, lekker. Heerlijk keepertje, ja. Tjonge, ja, dan weet je het, hè. Dan mag hij er niet in. Zo, tegen jou speler aan open. Nee toch? Ja. Godverdomme! Die gele reus in het midden. Oh! Oh nee! Nee! Ja! Hij kiepte! Wat onterecht, 0-4! Van penalty, het is altijd kut. Van penalty daar ben ik op tegen. Ze hat-trick of niet? Ja, hat-trick. En een kut gameclip ben ik bang nu. Oh, net een tikje weer te veel. Wat? Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dat is rood, hè dan? Nee, geen rood, geit. Niet luisteren, het is gewoon geel. Dat vind ik redelijk doorgebroken. Nee, stond er iemand naast. Ah, ja, dag. Maar ik was er wel doorheen. Kom op nou, zeg. Goed, ze schijnt. Het is voetbal. Het is geen ballet. Toch! Hij mag er niet in. Hij mag er echt niet in. Hij mag er gewoon niet in. Nee. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Oh, nee. Te vroeg. Maar... Godverdomme! Hoor je wat raken? Het is echt heel, gaat helemaal nergens op.
Oh. Nee, ik ben echt kapot. Dit is wel groot. Dit is het gevoel van rode kaart. Toch scheids? Ja, heel goed. Inconsequente kutscheids. Het is 90ste minuut, dus ik heb er niet veel aan. Maar wel de kans van mijn dromen. Ik moest ook niet te veel sturen. Ik was ook vergeten dat ik met 1 ster speelde. Afgetekend. Ja, nou, ik vind het... Een fluitcorset hier en daar. Ik ben benieuwd hè, naar de statistiek, hè. Want het gaat helemaal nergens over. Nou, de eerste goal zie ik nu weer. Dat die rol... Ja, dat wil ik door. Druk door. Ja. Ik heb wel meer schoten. Ja, het is gewoon... Meer schoten, ja. Voor mijn gevoel is 4-0 een klein beetje geflatteerd. Geflatteerd, maar niet onterecht. Oké, Remco. Is goed hoor. Je komt wel aan de beurt de volgende wedstrijd. Komt helemaal goed. Hoop ik tenminste, want ja, ik moet natuurlijk winnen om in de race te blijven. Vergeet niet te liken. Voor meer. Vorige keer heel slecht geliked. Liken! Oké, ik weet het, subboxen verhalen en zo, maar liken. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later!